feestje. Sterren.nl. Ja, we staan hier in de prachtige Volendam en we gaan weer twee mensen heel erg blij maken met de nominatie. Ze denken dat ze kerstwensen op gaan nemen voor Sterren.nl, maar ik ga ze blij maken met deze prachtige envelop. Let's go, jongens. Beste kijkers, Jan en ik wensen jullie allemaal hele prettige kerstdagen. Hoe zien jouw kerstdagen eruit, Annie? Wat ga je doen? Kerstavond en eerste kerstdag. Ja. Dan ga ik met familie lekker eten en drinken en gezellig. En tweede kerstdag moet ik werken. Moet je werken? Ja. Nee, ik heb lekker vrij met de kerst. Ik ga wel. Ja, Jan en Annie, hartstikke leuk de kerstwensen. Maar ik denk dat ik veel leuker iets bij me heb, hoor. Hey, hoe is het? Ja, wat is dit allemaal weer? Waar kom jij nou vandaan? Ja, nou kijk, ik heb een prachtige envelop bij me. We zaten midden in een interview, hoor. Nu. Oh, echt waar? Was er een heel diep interview aan? Ja, nee, het ging behoorlijk diep aan. Ja, echt waar? Ja. Maar ik heb iets heel leuks meegenomen, hoor. Dat maakt toch goed? Ja, denk ik wel. Ja. Want binnenkort zijn we hier de Sterren.nl Awards. Ja. En ja, goed, maak hem open. Wie, Annie mag Annie mag jij hem open. Ja, Annie mag jij hem erop. Spanning. Ja, Want, lukt het? Dat zie je er net op in. Je ziet aan de verkeerde kant, Dani. Ja, dat mag ik allemaal buiten boven. Maakt niet uit, joh. Er zit iets heel leuks in. Allemaal op, ik wil het zien. Ja. Want jullie, Jan en Annie, jullie zijn genomineerd. Wat staat er op, Annie? Genomineerd voor een Sterren.nl Award. Oh, wat leuk. In de categorie beste artiest, anderstalig. Ja. Zijn we jong talent eigenlijk? Ja, nou, staat dat er niet bij? Bij mij wel. Ja, maar dit is toch wel een heel bijzonder jaar, want jullie maken je comeback en dan... Ja, krijg je er waarde van. Ja, je kan het bij jou ook zien. Je bent echt vuurrood. Nee, maar het is hartstikke leuk, ja. Heel erg leuk. Yep. Sterren.nl. Jouw feest.